Sigma heeft er weer een nieuwe lens bij. De 1850 mm voor de APS-C camera. Super veelzijdig, maar... waar kun je die nou allemaal voor gebruiken? De Sigma 1850 mm is speciaal ontwikkeld voor de L-mount en de Sony E-mount. En dat die zo veelzijdig is, waar ligt dat precies aan? Niet alleen door de brandpuntsafstand, maar ook door het lichte gewicht van slechts 290 gram en door de kortste scherpstelafstand van maar 12,1 cm. Daarnaast beschikt deze zoomlens ook nog eens over een diafragma van 2,8. Nou, dat waren slechts een aantal specificaties, maar wat zeggen die cijfers nou eigenlijk? Laten we het onderverdelen en beginnen bij fotografie. De 18 mm is natuurlijk ideaal voor landschappen. Uiteraard kun je ook nog fotograferen op 24 mm, 35 mm, 50 mm of alles wat daartussenin valt. En over die 50 mm gesproken, dat is weer een ideale afstand voor portretten of straatfotografie. Over straatfotografie gesproken, dat lichte gewicht van 290 gram komt hier weer erg goed van pas. Op die manier kun je de hele dag met je camera in je hand lopen zonder dat dit zwaar aanvoelt. En over zwaar gesproken, mocht jij de hele dag met een gimbal lopen, dan is een lichte lens ook zeker geen overbodige luxe. En over video gesproken, dat lichte gewicht in combinatie met die kortste scherpste afstand maakt deze lens ook uitermate geschikt voor vloggen. Al is het filmen van je gezicht op zo'n korte afstand misschien een tikkeltje too much. En dan nog even over die autofocus. Deze is ook nagenoeg geruisloos, dus ook ideaal voor videomakers. En hoe stil die precies is, dat gaan we nu even laten horen. Ja, ben je nu aan het zoeken? Dit is de autofocus. Nou, dit is wel geruisloos. Gaan we er nog eens dichterbij? Zet je microfoontje wel aan? Nee, hij doet het niet toch? Nou, nagenoeg geruisloos. Ik heb hem helemaal niet gehoord. En dan gaan we nu door naar de schakelaars op het objectief. En daar kunnen we kort over zijn. Die zijn er niet. Uiteraard kun je wel gewoon switchen tussen autofocus en manuele focus via de camera. Nou, dan wordt het nu hoog tijd om foto's te maken. En dat gaan we doen met de Sony A6500. Ideaal voor straatfotografie, want deze heeft ook interne stabilisatie. En mooie dingen. Deze komt uit onze occasion voorraad. Wij krijgen wekelijks meer dan honderden tweedehands producten binnen en die worden allemaal goed nagekeken en ook goed getest voordat ze weer de verkoop ingaan. Dus kijk vooral even op onze occasion pagina, want dat scheelt weer in de prijs en er zit ook nog garantie op. Nou, dan weer even terug naar het objectief. De 1850 is speciaal ontwikkeld voor de APS-C camera. Heb jij een fullframe camera, dan kan je de lens ook gebruiken, maar dan wordt het sterk aangeraden om de APS-C mode op de camera in te schakelen. Doe je dat niet? Dan krijg je het volgende. De fullframe sensor is groter dan een APS-C sensor en daarom zie je die zwarte randen. De lens is simpelweg niet gemaakt om licht door te laten op zo'n groot oppervlak. Dan nu door naar de foto's. Tot zover onze review van de Sigma 1850mm f2.8. Wat mij betreft een ontzettend toffe lens voor de APS-C camera. Voelt ontzettend licht aan, maar het voelt niet alsof je zo'n speelgoedlensje vast hebt. Maar ja, wat ik ervan vind, dat moet er niet al te veel te doen. Het gaat er uiteindelijk om wat jij vindt. En over wat jij vindt gesproken. Vond je het een leuke video? Laat dan even een duimpje omhoog achter. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.